Mijn naam is Iren Halsloot. Ik ben hoogleraar besturen van veiligheid aan de Radboud Universiteit en ik ben voorzitter van de Stichting Crisislab die onderzoek doet op het gebied van veiligheidsbeleid. Laten we helder zijn. Goede veiligheidsregels zijn er niet voor niets. Nog maar 150 jaar geleden leefden we gemiddeld 40 jaar. Nu is dat 80 jaar. Die verdubbeling van onze levensduur komt door goede veiligheidsregels. Goede veiligheidsregels hebben ervoor gezorgd dat we riolering hebben. En daardoor zijn besmettelijke ziektes niet meer de doodsoorzaak nummer één in Nederland. Een goede veiligheidsregel is de toevoeging van jodium aan brood. Waardoor de ziekte krop niet eens meer bestaat in, in Nederland. Terwijl vroeger bijna de helft van de Nederlandse bevolking daaraan leed. Goede veiligheidsregels uh, zijn daarmee van levensbelang. En we zijn ook nog niet klaar met veiligheidsbeleid. Als je gaat kijken, dan zie je dat u, kijker en ik, wij leven gemiddeld zes jaar langer dan mensen op het sociaal minimum in Nederland. Zelfs 19 jaar als het al gaat over gezonde levensjaren. Dus we hebben nog wel iets, iets te bereiken. En je ziet hier ook meteen het punt. Namelijk, welvaart maakt veilig. Geld telt. Dus een veiligheidsregel die levensjaren oplevert, is natuurlijk goed, maar een veiligheidsregel die alleen maar geld kost. Geld waarmee je de welvaart van andere mensen had kunnen verhogen en daarmee hun levensduur had kunnen vergroten. Die veiligheidsmaatregel is geen veiligheidsmaatregel, maar is dodelijk. In Nederland spenderen we op dit moment miljarden aan onzinnig veiligheidsbeleid. Met die miljarden zou je heel veel mensen heel veel gelukkiger, gezonder, langer kunnen laten leven. Ik wil met u kijken naar vier hoofdzonden. Die verantwoordelijk zijn voor heel veel van het onzinnig veiligheidsbeleid in Nederland. De eerste hoofdzonde is de risicoregelreflex. De tweede hoofdzonde is het feit dat we vaak andermans geld uitgeven. De derde hoofdzonde is het feit dat wij professionals toestaan om oneindig te professionaliseren zonder dat dat effect heeft. En de vierde hoofdzonde is dat we vaak luisteren naar eenzijdig advies. De eerste hoofdzonde is dat wij na een incident vaak gewoon uit de heup schieten. Na een incident is de reactie vaak ogenblikkelijk. Wij komen met veiligheidsmaatregelen om dat incident te voorkomen. En hoe vreselijk een incident ook is voor de betrokkenen, vaak is het maar een incident en is een maatregel nou, onzinnig. Ik geef u twee voorbeelden. Het eerste voorbeeld is tunnels. Vreselijke branden in Alpentunnels hebben in heel Europa en ook in Nederland geleid tot een aanscherping van de tunnelveiligheidseisen. Het feit is dat de statistiek laat zien dat de kans dat jij in een tunnel omkomt door een brand kleiner is dan dat je door de bliksem wordt getroffen. Elke extra euro die je uitgeeft aan tunnelveiligheid kun je daarbij beter uitgeven aan verkeersdrempels of iets totaal anders. Tweede voorbeeld: asbestbeleid in Nederland. Asbestbeleid is asbest als gevaar, als risico, heeft gezorgd voor vele doden. Maar dat waren mensen die in de industrie werkten, die jarenlang blootgesteld waren aan hele dikke concentraties asbest, die in een asbestwolk werkten gedurende hun levensduur. Asbest in incidentele blootstelling is vergelijkbaar met het roken van een sigaret. En toch, ga kijken, met asbestbranden in Nederland op dit moment. Uh, zie je hoeveel maatregelen genomen worden uh, om het roken van het ene sigaret te voorkomen voor miljoenen per asbestbrand? Een oplossing voor de risicoregelreflex is daarmee simpel, of lijkt tenminste simpel. Hè? Bezint eer je Denk na voordat je een veiligheidsmaatregel neemt. Uh, denk na, breng de kosten en baten in beeld. Communiceer die met de samenleving en dan zul je merken dat de gemiddelde burger in Nederland. Uh, niet opgejut door de media, heel erg reëel is en weet dat ongevallen zullen blijven voorkomen. De tweede hoofdzonde is dat we ons systeem zo hebben ingericht dat het vaak makkelijk is om andermans geld, andermans veiligheidseuro, uit te geven. Die twee voorbeelden weer even naar voren brengen. Bij tunnels hebben we het zo ingericht in Nederland dat de gemeente een bouwvergunning moet geven. Maar dat het Rijk betaalt voor tunnels waar de snelweg doorheen gaat. Natuurlijk is het voor die gemeente dan makkelijk, aantrekkelijk, om extra veiligheidseisen te stellen. Ze hoeven er niet voor te betalen. Maar wij als samenleving betalen daar wel voor. Dat kost welvaart en dus levert dat onveiligheid op. Andersom, het Rijk heeft heel makkelijk tegen gemeentes gezegd, ga alle asbest op scholen saneren. Dat kost ook over heel Nederland, als dat uitgevoerd wordt, honderden miljoenen. Het Rijk gooit het over de schutting. Gemeentes mogen daarvoor gaan betalen. De oplossing klinkt voor de hand liggend weer. Enerzijds zorgt het op systeemniveau in de toekomst dat je zorgt dat verantwoordelijkheden en bevoegdheden gekoppeld zijn. En op de korte termijn, wees een beetje bescheiden als je andermans geld uitgeeft. De derde hoofdzonde is oneindige professionalisering. Een professional wil zijn werk zo goed mogelijk doen en zal daarom steeds meer vragen aan opleiding, aan uitrusting, aan procedures, maar uiteindelijk is er een grens bereikt en helpt dat de samenleving niet verder. Laten we hier ook maar kijken naar een voorbeeld, even een tunnelvoorbeeld. De brandweer heeft steeds meer eisen in de regelgeving gekregen, waardoor zij beter zou kunnen optreden in tunnels, meer voorzieningen, een betere ventilatie. Eh, nou, voor iets met zo'n kleine kans is dat geen proportionele investering. Dat is uiteindelijk weggegooid geld. De oplossing hier is dat we professionals niet zelf moeten laten besluiten en niet alleen moeten laten adviseren over hun randvoorwaarden. Professionals zijn degene die een taak uitvoeren, die moeten alle mandaat krijgen om dat uit te voeren. Niemand kan dat beter doen dan zij. Maar over hun randvoorwaarden moet je ze niet zelf laten besluiten. Laatste hoofdzonde is eenzijdig advies. Adviseurs hebben heel erg de neiging om alleen te kijken naar het veiligheidsdomein waar zij verstand van hebben. asbestdeskundige kijkt alleen naar asbest. Uh, maar om een ander voorbeeld te noemen, uh, waarbij je de noodzaak ziet van een bredere afweging. Stel, er komt een fabriek van zonnepanelen, die vraagt een vergunning in jouw gemeente. Uh, jij vraagt de regionale uitvoeringsdienst om een advies. Die zullen kijken naar die chemische component die aan zo'n fabriek zit. Die zullen heel, met heel veel extra eisen komen, alleen gericht op het verkleinen van het risico dat er iets misgaat met die chemicaliën. En als die eisen maar scherp genoeg zijn, komt die fabriek er gewoon niet. Slecht voor het milieu, geen zonnepanelen. Uh, slecht voor de werkgelegenheid. Werkgelegenheid is persoonlijke welvaart, is ook veiligheid. De oplossing hier uh, is in zekere zin simpel. Vraag altijd een integraal advies: een advies waarin de expert moet uitleggen op een basis van een kostenbatenanalyse waarom uh, geïnvesteerd moet worden in een specifieke veiligheidsmaatregel en waarom niet in iets totaal anders, wat de welvaart verhoogt en daarmee de veiligheid. Ik heb dit verhaal regelmatig gehouden. En ik weet uit ervaring hè, dat, dat u uh, tenminste twee of drie van die hoofdzondes her herkent. En dat u zichzelf dus ook al schuldig aan heeft gemaakt. En als we dat nou tegen elkaar durven zeggen, en dan kijkt u naar uw eigen domein... Dan kijkt u wat daar een onzinnig veiligheidsbeleid is, hoeveel dat kost en wat u met dat geld in uw eigen domein al, al beter zou kunnen doen. En dan denkt u nou wat u met dat geld in de rest van Nederland beter zou kunnen doen. Beter zorg, beter onderwijs, euh, ja, totaal andere maatregelen met datzelfde geld. En dan is de vraag waarom u niet morgen dat onzinnige veiligheidsbeleid binnen uw domein afschaft. Als we dat allemaal zouden doen, hè, allemaal het stukje onzinnig veiligheidsbeleid zouden weghalen, dan zouden wij miljarden in dit land vrijspelen om de mensen in het land echt gelukkiger, welvarender en daarmee veiliger te maken. <totstuken>